Verschillende assembleeleden hebben gisteren tijdens de openbare commissievergadering gevraagd naar strakke controlemechanismen in de industriële hennepteelt. Volgens hen moet namelijk voorkomen worden dat telers misbruik maken van hun vergunningen door in plaats van hennep marihuana te planten. Na de verschillende bezorgde opmerkingen heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Permisser, de ontwerpwet verder aangescherpt. Kijkt u daar. Wanneer een vergunning wordt verleend, er zullen heel wat administratieve, en we hebben dat aangegeven in de wet, en straks kom ik ook, per beschikking of per ministerieel besluit een aantal voorschriften, procedures, etc. bepaald worden. Op diverse gebieden. Dit is in zijn algemeenheid gesteld. En het kan nooit zo zijn, en mag ik een beetje, ik probeer meneer Kalu te begrijpen, en dan ken ik meneer Kalu vanuit het reist gebeuren. En daarom begrijp ik wat hij bedoelt. Maar in dit soort gebieden, bij groenten en zeker hierbij ook, zo'n delicate materie, is het niet, het zal niet zo zijn dat we een heel areaal, zoals in blokken, grote blokken bij reist, ja, ongecontroleerd et cetera, zullen plaatsvinden. Er zullen wat kleinere blokken zijn. Er zal regelmatige controle uitgeoefend worden. Regelmatig in de tijd. Maar ook kleine, hoe het weer, oppervlaktes. Ook DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons onderstreepte dat de controle op de hennepteelt scherp moet zijn. Wie zich niet houdt aan de regels, zal ongetwijfeld vervolgd worden. Samenvattend zegt de minister eigenlijk. Je loopt meer risico als je industriële hennep teelt, dat je iets anders tussen wil gaan doen dan wanneer je rijst of mais zou telen, want daar komt niemand elke 3 maanden of elke maand kijken. De controle wordt zo groot op die industriële hennep, dat het niet slim zou zijn van iemand om daar iets anders te gaan telen. En eerder zou dat in andere gewassen, dat is wat de minister eigenlijk zegt, de controle gaat heel scherp zijn en heel regelmatig. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren tijdens de openbare commissievergadering over de wet industriële hennepteelt. De wet is een initiatief van het assembleelid Roger Hopkinson.